Manuel Wouters kennen we als de meester cocktailshaker van Yam. Als geen ander slaagt hij erin verschillende ingrediënten te shaken, te roeren en te mixen tot de meest verrukkelijke cocktails. In deze rubriek maakt hij cocktails op basis van koffie. En de koffiecocktail van vandaag is de Café Brûlot. Een Franse cocktail die uitgevonden is in New Orleans. Wat hebben we er precies voor nodig? Mandarijn Napoleon. Goeie cognac. Kaneelstokken. Kruidnagel. Suiker. Zesten van sinaasappel. Zesten van citroen. En natuurlijk, niet te vergeten, onze versgemaakte koffie. Eerst en vooral gaan we onze tas voorwarmen met heet water. Die zitten we al eventjes opzij. Dan nemen we ons pannetje. We gebruiken 4 centiliter cognac. Twee centiliter mandarijn Napoleon. Mandarijn Napoleon is eigenlijk een sinaasappellikeur op basis van cognac en mandarijntjes. Dan gaan we onze kruiden toevoegen. We nemen een kaneelstokje, 4 kruidnagels. Dan doen we daar 2 schepjes suiker in. Voor mij mogen er 2 zijn, ik ben al een zoete bek. Dan snijden we 2 zesten van sinaasappel. Dus ook bij de cognac en de andere ingrediënten. En 1 zesde van citroen. Dat gaan we dan opwarmen en tevens ook flamberen. Het mag natuurlijk niet echt doorkoken, want anders gaan we de alcohol verliezen. We houden het pannetje eventjes scheef en onze Café Brûlot is geflambeerd. Plus doen we met hete koffie. Verwijder ons warm water. En dan gieten we onze Café Brûlot via dit zeefje in onze voorverwarmde tas. En je ruikt al het heerlijke aroma van die kruiden. Het is eigenlijk ongelooflijk snel dat die kruiden hun werk doen. We nemen onze sinaasappel en met dit mesje snijden we een lange ziste, dus pal boven het oppervlakte van de koffie, zodat we ook de etherische oliën waarnemen bij het drinken. We nemen een kaneelstokje. Die draaien we dan omheen tot beneden. Dus we maken er eigenlijk een spiraal van. Dat geeft zo'n heerlijk aroma. Plaatsen we in een cocktail. En hier hebben we dan onze Café Brûlot. De ideale cocktail, zeker 's avonds onder warm dekentje. Cheers.